Hallo, ik ben Petra van Precious Angel Solutions en ik ben manifestatie- en motivatiecoach en ik help particulieren en ondernemers bij het manifesteren van hun ideeën, wensen, dromen en om de kunst van het manifesteren onder de knie te krijgen in hun dagelijkse leven. Vandaag presenteer ik je mijn eerste tarotlegging verleden, heden, toekomst. En dus heb ik 3 kaartjes getrokken voor jou voor deze week. De kaartjes die ik voor deze week getrokken heb, zoals je kan zien, zijn de grote arcana kaart de dood, bekers 10 en pentakels 6. En op het vakje verleden ligt het kaartje de dood, liever. Een grote arcana kaart wil trouwens meestal zeggen een groot geheim of iets dat van grote betekenis voor je is of is geweest. En de kaart de dood staat dus meestal letterlijk niet voor de dood, maar betekent dat er aan alles een keer een einde komt. Maar ook waar één deur dicht gaat, er een andere open gaat. Op de afbeelding van het kaartje de dood zien we een figuur in een zwarte mantel en een kap en hij staat midden in een donker landschap. Een leeg wit porseleinen masker over zijn gezicht en hij houdt een zilveren zwaard vast boven een raffelig bruin touw. Aan de ene kant van de figuur is er een gesloten deur en aan de andere kant is er een deur die net genoeg open is om een gouden licht door te laten schijnen. Aan de rand van de kaart heeft een zwarte kat 1 poot op een grijze staart van iets dat wegrent. Het gevoel van de kaart is grimmig, maar met een sprankje hoop. Dus geen paniek. De doodkaart betekent niet altijd de daadwerkelijke dood. In feite is het veel waarschijnlijker dat het de dood van iets als zodanig aangeeft, zoals het einde van een tijdperk en het begin van een ander. We moeten vaak 1 ding loslaten om ruimte te maken voor iets beters. Maar dat betekent niet dat het proces altijd prettig is, natuurlijk. Of dat je weet dat dit is wat er gebeurt terwijl je verstrikt raakt in de pijn van de overgang. Een slechte relatie sterft, zodat je een betere kunt vinden. Je verliest bijvoorbeeld werk die de ziel uit je zuigt. Deze sterfgevallen doen pijn. Maar als je er later op terugkijkt, zul je dat met dankbaarheid doen, omdat ze je hebben bevrijd om verder te gaan. Het is oké om te rouwen, maar vergeet niet dat de dood ook de wedergeboorte in iets prachtigs kan betekenen. Dus waarschijnlijk heb jij net iets beëindigd, of is er een einde gekomen aan iets, of het nu op het gebied van je privéleven gaat, een relatie, of op je werk misschien. En dit komt meestal niet als een verrassing. Je wist waarschijnlijk al dat er iets zou eindigen. Het heeft een periode van rouw nodig gehad in je leven en het gaat nu plaatsmaken voor iets nieuws en misschien kan je daar wat troost in vinden. Het is oké om te rouwen om je verlies en daar is tijd voor nodig. Maak alleen niet de fout om vast te houden aan iets dat al weg is. Het is dood, laat het gaan. En als je klaar bent met rouwen, zul je misschien de open deur kunnen vinden die de plaats heeft ingenomen van degene die zojuist gesloten is. Het kaartje dat op het heden ligt, ziet er geweldig uit. Het kaartje bekers 10. Dit kaartje zegt namelijk, het einde van de regenboog is hier. Vreugde zit niet in dingen, maar in mensen. Het leven stroomt over van de voorspoed van het hart. En als je naar de afbeelding van het kaartje bekers 10 kijkt, dan is dit misschien wel de vrolijkste kaart in het kaartspel. Maar het gedeelde geluk in bekers 10 ontstaat niet zomaar per ongeluk. Jij of jullie
hebben jarenlang hard gewerkt om deze perfecte dag in een bijna perfect leven te creëren. Jouw geluk komt niet voort uit geld of succes, maar uit het hebben van mensen om je vreugde mee te delen. Deze kaart toont de emotionele bevrediging waar we allemaal naar verlangen. Gevuld met optimisme, maar niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Bekers 10 herinnert ons eraan dat de meest oprechte geschenken in het leven niet macht of rijkdom zijn, maar echte vrienden en mensen die van ons houden. Misschien wil je je hierbij afvragen of je genoeg moeite steekt in je relaties met anderen of hen waardeert voor de vreugde die ze in je leven brengen. Daar deze kaart op het heden ligt, lijkt het alsof je dit geluk momenteel mag beleven en delen met anderen, je vrienden, kennissen of familie. Je bent gelukkig en je hebt er wel aan gewerkt om dit geluk te creëren, eraan te werken en in stand te houden. En geen enkel leven, hoe geweldig ook, is zonder enkele moeilijke momenten. Je hoeft ze gewoon niet alleen te doorlopen. Dat is hoe het momenteel met je gaat. En past het niet bij je, weet dan dat dit een algemene legging is voor deze week en dat je er mag uithalen wat je eruit wil halen. En als het niet bij je past, dan is het ook zo. Maar als je op deze legging gebotst bent of erover gevallen, toevallig, ja, toeval bestaat niet, dan zit er voor jou waarschijnlijk toch een boodschap in, iets waar je iets mee kan doen of niet. Jij bent namelijk de creator van jouw leven. En dan gaan we meteen verder kijken naar het kaartje dat in het vakje toekomst ligt, namelijk het kaartje Pentakels 6. Op de afbeelding van het kaartje zien we een vrouw met twee mensen naast haar en achter haar een stralend wit licht en het lijkt erop alsof ze iets uitdeelt aan de mensen die naast haar staan. Pentakel 6 staat namelijk voor generositeit, tolerantie, hulpvaardigheid en grootmoedigheid. De balans tussen geven en nemen. De kaart kan aangeven dat je deze eigenschappen zelf bezit, maar het kan ook zijn dat je erop kunt rekenen dat je hulp, ondersteuning en begrip ontvangt, of dat de ander zich genereus naar jou toe opstelt. De generositeit en het begrip van Pentakel 6 blijft niet alleen bij een moment. Het betreft hier echt een serieuze en betrouwbare instelling. In je werk geeft Pentakel 6 aan dat het werk dat je doet en jouw plannen of onderhandelingen vruchtbaar zijn en steun krijgen. Of de kaart kan ook aangeven dat je zelf geholpen wordt of dat je promotie maakt. Pentakel 6 geeft aan dat de wensen of ideeën die je hebt en voorstellen die je doet met begrip en positief ontvangen worden. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden om deze te realiseren. De kaart kan ook aangeven dat je op je werk tegenover collega's en meerderen zelf een houding hebt van behulpzaamheid en generositeit. In relaties staat Pentakel 6 voor begrip voor elkaar, wederzijdse hulp en steun. Je geeft de ander veel ruimte, hebt begrip en gaat op een tolerante manier met elkaar om. De kaart geeft aan dat je elkaar stimuleert, helpt in moeilijke situaties en dat je de ander uit het diepst van je hart zijn of haar manier van leven gunt. Met alle plezier en successen die daarbij horen. Dus wauw, ja, voor je toekomst alleen maar begrip, tolerantie, wederzijdse steun en hulp. How can it get even better than that? What more is possible? Dus hoe kan het nog beter dan dit en wat is er nog meer mogelijk? Ik wens je alvast heel veel geluk, liefde, overvloed en voorspoed in je leven. En moest jij nood hebben aan een persoonlijke tarotkaartlegging verleden, heden, toekomst op maat van jouw situatie of probleem, dan leg ik graag de kaartjes voor je met het nodige advies of tips die je kunnen helpen bij jouw situatie.
Ik neem dan een privévideo helemaal voor jou alleen op. En die kan je dan online op YouTube met een link die ik je per e-mail bezorg bekijken. Voor een persoonlijke online videokaartlegging liever, verleden, heden, toekomst, betaal je momenteel slechts €20. Dus wees er snel bij, zou ik zeggen. Boeken kan je deze tarotkaartlegging verleden, heden, toekomst via mijn webshop www.preciousangelssolutions.com onder het tabblad Sessies en Consulten. Van harte welkom alvast en tot de volgende reading op mijn kanaal hier. Dag!